Dag lieve, wat een verrassing. Dat mag je wel zeggen. Amai, ben er even niet goed van. Ja? Ja. Ja. Oeh, want ik ben hier niet alleen, hè. Ik heb nog wat collega's. Bea en Mark. Nee, dat was dus echt een complete verrassing. Amai, dat doet goed aan het hart. Ja, ze zien u graag. Ze zien ons graag, ja. Ja, en onze collega's hebben dat ook heel fijn gedaan, want het is niet zo simpel om zomaar heel die school hier op een rijtje te krijgen om 8:30 's morgens. En wij waren al een beetje verwonderd van, we zijn te laat, we gaan te laat zijn, op onze laatste schooldag te laat. Dat is niet gepast, maar we zijn toch wel goed ontvangen geweest. Ja. Je weet dat uit ervaring... dat het moeilijk is om zoiets te organiseren. Ik weet dat uit heel goede ervaring, ja, uit goede bron, dat dat zeer moeilijk is. Maar het is fantastisch, ja. Het is om van te genieten. Dank ja. U. Ja. Lieve, jij hebt hier 53 jaar van uw leven doorgebracht, hè? Vertel eens, hoe was dat vroeger hier? Ja, inderdaad. Lea, kom eens even. Want samen met Lea hebben wij hier in de lagere school en in de kleuterklas gezeten. En ons eerste kleuterklasje was daar, beneden, het lokaaltje met een zandbakje bij juffrouw Irene. En dan stond er hier een perenboom en wij moesten in de zomer, of in september zeker, de peren gaan rapen die afgevallen waren. Daar zaten dan ook bijen op en zo. En wij waren daar wel een beetje bang voor, dat wil ik niet. Maar wij raapten die toch op en wij brachten die bij de juf. En zij schilderde dan de peren. Dat zijn toch nog wel wat dingen. Hè. En later dan bij zuster Armanda. Dat was kinder in een blok. Maar dat was dan een andere blok, ja. Een lage blok. Ja. Het is nu allemaal vernieuwd, hè. Maar ja. Inderdaad, dat is lang geleden, maar dat herinneren we ons nog. We zijn samen hier begonnen en wij gaan samen weg. En we zullen nog veel herinneringen kunnen ophalen later ook staan. Ja. Maar er is veel veranderd, hè, sindsdien. Ja, er is heel veel veranderd. Hè. De kleuterschool en de lagere school zijn uit deze blok verdwenen. Een nieuwe school gezet. Hier zijn allerlei veranderingen aangebracht. Er zijn ook heel wat meer leerlingen ondertussen. Ja, we zijn met een heel kleine school begonnen en nu is dat ook wel heel groot geworden. En dat vinden wij fijn, want heel veel van onze voorgangers hebben daar hard moeten voor werken. Dat weten we goed. We hebben hier heel veel van ons tijd van ons leven doorgebracht. Ja. Inderdaad. We hebben niet alleen van 9 tot van 9 tot 4 uur gewerkt. Maar we hebben hier een familierestaurant ook draaiende gehouden met nog veel andere mensen erbij. Maar we hebben van vrijdagochtend tot zondagavond in de potten geroerd tijdens het familierestaurant. We hebben ook we hebben heel wat kampen meegedaan. Ja, het was fijn. Ja. We hebben goede herinneringen. Ja. Hele mooie herinneringen tussen. Ja. Dag Mark, jij ging onlangs ook op met pensioen, hè? Ja, ja en, dat klopt. Jij bent hier ook lang lesgeven geweest. Ik heb hier 34 jaar lesgegeven, dus wiskunde. Het is zo, ik ga dat missen. Ik ga de leerlingen missen, de collega's, het lesgeven missen. Maar ja, het is zo, op een bepaald moment... Als je op een leeftijd gekomen en dan gaat alles wat minder rap om te recupereren. En dus dat betekent, het is een beslissing van mijn verstand, dat ik stop, maar niet van mijn hart. Zie je? En het is goed geweest. Ja. Ik kijk heel tevreden terug. Ik heb de indruk, ik heb hier altijd, Sint-Godelieven-instituut, is toch wel altijd een beetje een speciale school geweest. Er heeft altijd zo'n drive geweest. En ik ben heel tevreden dat ik daaraan kunnen meewerken heb. En dus nu zeg ik, het is goed geweest. En nu wacht er een ander leven. Hè. Ja, heb je heel mooie herinneringen hier, of speciale herinneringen? Oei, dat is wel snel. Ja, wat ik zo herinner, dat zijn buiten het lesgeven, wat ik dus heel graag deed. Maar de activiteiten, hè.
de kampen, ja, de bezinning met fietstochten, de sportdagen en zo, dat zijn allemaal dingen dat, dat het pittig maakte. Dat, het dus, dat gaf zo een bijkomende touch aan, aan de school. Ja, die drive dat ik zeg, hè, van het Sint-Godelieven-instituut. En ja, die is er nog altijd hier en ik hoop dat dat zo gaat verder gaan. Hè. Dat is trouwens ook het succes geweest van de school. Hè. En het is, ja, ik heb gans de periode nog meegemaakt, de tijd dat de school, dat die drive, ik heb die zien groeien. Dat is onder impuls van Michel Magnus, hè. En van de collega's, de collega's die nu gepensioneerd zijn, zo is die driver gekomen. En ja, dat was iets speciaals. Zie je? Voilà.